Yo mensen, welkom bij Farming Simulator 17 hier op Ballymoon. En we zijn bezig op grasland, vlakbij het kasteel. Het kasteel zien we namelijk daar. En zoals je ziet, alles staat hier klaar. We hebben al een heel klein beginnetje gemaakt in multiplayer met balen persen. Zoals je ziet is alles daar geschud en natuurlijk ook geharkt. Sinds dat ik de vorige keer heb opgenomen zijn er dus wel een aantal dingen gebeurd. Maar goed, we zijn nog steeds bij ongeveer dezelfde stap. Het is gemaaid, het is geschud, het is geharkt. Bijna dan. En het is nu alleen nog even afmaken. En dan hoop ik om vanavond, het is nu een zondag, om natuurlijk Daro te kunnen gaan balen persen en dan wat hulp te krijgen met balen stapelen. Want daar zijn anderen veel beter in dan ik. En op de achtergrond zou het kunnen dat jullie wat geluid horen van een Discord call van iemand die er niet is, maar niet gemute is. Dus ja, dat zal vast goed komen. Misschien dat Sjoerd, diegene in kwestie, dat hij zo ook wel mee komt spelen. Ik weet niet. Hij was ineens platen, dus... Black spikeje. Ik hoop dat mijn beeld een beetje in orde is, want ik heb volgens mij een beetje een rare instelling, waardoor er nog wel eens wat shit zou kunnen gaan laggen. En dat is niet de bedoeling. Ik heb namelijk mijn V-Sync uitstaan, maar hij lokt hem nog steeds op 60 fps. Kijk, ik kan met dit knopje kan ik zeggen frame limit 250 of zo. Oh, dit is 150. Als ik nou naar F2 ga, zie je dat hij vastloopt op 150. Even kijken, als ik zeg deze en dan 250. 1250 is heel veel. Ja, dat kunnen we wel doen. Kijken, wat doet hij dan? Ah, heel soms loopt hij iets hoger. Oh ja, zie je, hier loopt hij bijvoorbeeld naar de 200 zoveel in dat shot. Is best aardig op Ballymoon hoor. Maar goed, niet interessant om te zien. Maar nu werkt mijn GPU, heet dat, videokaart, dus volle toeren. Oh shit, dat gaat fout. Gewoon dit veld afmaken. Komt allemaal wel best goed. Kunnen er in ieder geval flink wat kelbaaltjes van gemaakt worden. En dat is wat we uiteindelijk proberen te bereiken hier. Dus. Oh, ik kan staan! Nee, echt? Dat is goed. Ja. Waar nou heen? Dat vleesje hebben. Zo, die is gedempt. Wij kunnen ondertussen gewoon rustig verder spelen. We zullen vanzelf ergens op de achtergrond wel bericht worden als ze zover zijn om te spelen. Maar goed, ik heb hem nu gedempt, dus hebben we, als het goed is, geen last meer van. Na last, ik heb geen last van je hoor, maar worden we niet meer gestoord. Die stutter is wel een beetje vervelend. Zo, en ik doe dit toch maar van buitenaf, want dan mis ik het minste. Maar goed, laten we dit rijtje, dit moet wel even lukken. Laten we deze eens even van binnen doen. Oké. Okay. Joodstra BV heeft de server verlaten ook, dus meer als die erop zat. Zal vast goed gaan komen. Hey, ik zie ook trouwens 100 fps. Heel benieuwd hoe de als dat opgenomen wordt. Want het kan maar zo zijn dat mijn hele opname in de soep loopt. Dat ik meer FPS heb dan ik momenteel aan het spelen ben. Dat zullen we wel gaan zien. Heel benieuwd naar eigenlijk. Ik denk dat het rotzooi wordt. Als het rotzooi wordt, dan heb ik dit misschien allemaal voor niks ingesproken. Want dan zal ik er wel iets van de timeless van maken. Ben ik zo bang. Oh, en dit ging allemaal goed. Dat is mooi. Zie je, zonder na te denken kan ik het wel. Het enige wat ik nog fout doe, is dat ik door mijn eigen dijk erheen rijd. Dus zou ik pas als laatste de buitenste randen moeten doen. Ik vergeet altijd het woord ervoor. Altijd. Er is een bepaalde benaming voor. Maar goed, die vergeet ik. Dus daar heb je er niks aan.
ik zie bijvoorbeeld nu dat ik op 160 fps speel. Dat is natuurlijk 100 fps meer dan waarop ik opneem. Want ik neem op 1080p 60 fps. Dit was niet de bedoeling. Nou ben ik de boel aan het slopen. Maar goed. Ja. Ik weet niet wat dat voor de rest betekent. Dat is de verkeerde. Die mag open. En zakken. Precies te zijn. Aan. En dan willen we dit min of meer recht maken. Ik zeg expres min of meer. Want recht krijg ik het toch niet. Missen we net puntje, dat is weer zund. En dit vind ik het lastigste van harken. Dan heb je een stuk gedaan en dan heb je nog zo'n puntje. En dat je denkt, van, nou, wat moet ik daar weer mee dan? Het lastigste aan harken. En dat je wel eens daar zo'n dingetje meeneemt. Maar goed, dat is... ja, daar hou je toch. Kijker, gas, ding zakken. Ja, zakt het ding in natuurlijk. Mis je weer een stukje. En het verkeer staat hier goed vast. Zo. Die blauwe en die witte pick-up hier voor me. Hier een flinke smak gemaakt. Zo, niet zuinig. 180 fps gewoon, ja, echt, dit is onzin wat ik nu aan het doen ben, hoor. Oh, verschrikkelijk. Oh nee, pijnlijk. Ik ben de boel weer aan het verneuken. Maar goed, als deze opname erop zit, gaan we eens even kijken wat hier dan precies het resultaat van is. Oh, er is een rooie bij geklapt. Lekker bezig is het verkeer hier zo. Er komt zo nog een groene, en een gele. En, komt een auto. Een grijze. Pats, perfect. Ja, mijn verkeer is fuck, nou doe ik het weer. Ik kon geen kant meer op. Ik kan niet meer sturen. Oh, hebbes. Ja, ik ben de boel hier helemaal aan het slopen. Mooi, dan gaan we even zo houden. Dan moeten we even de boel... min of meer netjes maken. Zet hem exact hier op het midden. Laat deze zakken. Dat doe ik allemaal netjes met de versnellingsboog. Dus het lijkt vrij realistisch. Ik heb gewoon een hendeltje om aan te trekken. Ja, we zijn niet echt bepaald voor bezig op het moment. Maar dat gaat hopelijk beter. Oh, wat een lelijke bult heb je dan weer. Zo. En inklappen die bende. Nou, deze gaat voor nu even aan de kant, want die is de hark. Die hebben we niet meer nodig. En ik spreek jullie de volgende keer weer. Jojo.